In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Tosca. Zij werd ziek door borstimplantaten. Borsten of billen? Billen. Wel of geen BH? Geen BH. Licht aan of licht uit? Licht aan. Cup B of cup D? Cup B. Wel of geen plastische chirurgie? Geen. Waarom heb je een borstvergroting laten doen? Ik heb dat gedaan omdat ik om me heen zag in de puberteit dat eigenlijk iedereen om me heen begon te ontwikkelen. De borsten ook onder andere. Bij mij dus niet. Dus dat gaf me heel erg veel onzekerheid in mijn puberteit. Toch had ik stiekem een beetje hoop dat ik een van de laatbloeiers zou zijn. Hmm. En dat gebeurde niet. En ik werd er zodanig onzeker van dat dat wel echt psychisch werd ook. Ik sloeg sociale evenementen ook over. En op mijn 18e zat ik er heel erg aan te denken om het te laten doen. Maar ik had wel zoiets van je laat snijden in een gezond lichaam. En dat hield me heel erg tegen. Waarom had je het zo erg? Want er zijn toch wel meer dames, denk ik, of meisjes met kleine borsten? Ik heb geen idee waarom ik het zo erg had. Ik weet het echt niet. Ik weet wel dat ik heel erg mijn best heb gedaan om dat gevoel van me af te zetten. En ook had gehoopt dat ik, naarmate ik ouder zou worden, dat ik het ook kon accepteren als ze niet zouden gaan groeien. Want die hoop had ik ook nog. Ja, dat gebeurde niet. Het werd eigenlijk alleen maar erger, erger en erger. En het had eigenlijk alles overgenomen in mijn hoofd, die onzekerheid. Dus mijn kwaliteit van leven werd zodanig laag dat ik op mijn 21ste zoiets had van ja, nee, dit kan niet. Dit kan echt niet. Ik had zo mijn best gedaan om het gevoel van me af te zetten. Zo mijn best gedaan om mezelf te accepteren. Er was geen oplossing voor. Ja, op mijn 21ste die borstvergroting. Nou ja, push-up BH's. Ja, dat ging eigenlijk van een klein beetje push-up naar steeds meer push-up. Uiteindelijk had ik steeds het gevoel wanneer ik 's avonds mijn BH uitdeed dat ik ook mijn borsten afdeed. Dus dat maakte het eigenlijk alleen maar erger. Alles wat ik deed om ervoor te zorgen dat ik mezelf kon accepteren zoals ik was, dat zorgde er eigenlijk alleen maar voor dat het erger werd. En hoe oud was je dan toen je naar de kliniek ging? Ik was 21 toen ik mijn eerste consult had. En over wat voor soort implantaten hadden ze het dan? Ik heb uiteindelijk bij de kliniek waar ik ze heb laten plaatsen, heb ik getextureerde implantaten van Allergan laten plaatsen. Was je goed op de hoogte van de mogelijke risico's? Ja, ik heb toch wel 1,5 jaar lang onderzoek gedaan naar de gevolgen, mogelijke gevolgen van borstimplantaten. Het was onder andere het scheuren van het implantaat, dat ze dan konden lekken. En dan zou je dus siliconen moleculendeeltjes in je lichaam krijgen. En extreme kapselvorming, en dat houdt in dat je lichaam het gaat inpakken. Dat kan heel erg hard worden, dus dat gaat pijn doen. En je borsten gaan er lelijk uitzien. Dat zijn ook de risico's die ik heb voorgelegd aan mijn arts. En dat ik me daar heel erg veel zorgen om maakte en hoe dat nou precies zit. En ze namen eigenlijk meteen mijn angst weg. Want er waren nu implantaten op de markt die konden absoluut niet gaan lekken. En als je dan ook nog eens getextureerde implantaten van Allergan neemt, heb je een minimale kans op kapselvorming. Dus met andere woorden, er zitten geen risico's aan vast, want de implantaten van nu die zijn gewoon zo goed. Dus jij had al je informatie gekregen. Voelde je je toen gerustgesteld? Dacht je toen van, ik ga het doen? Nee, ik heb niet meteen besloten om het te gaan doen. Ik wilde eerst nog een second opinion bij een andere kliniek doen. Oh. Ik wilde daar dezelfde vragen stellen en kijken wat voor informatie ik daar zou kunnen winnen. Hoe ging dat dan daar? Nou, eigenlijk exact hetzelfde. Dat gaf voor mij wel echt de doorslag. Ik ben bij 2 hele goede klinieken geweest die allebei heel goed aangeschreven stonden. Ja. Die mij exact dezelfde informatie konden vertellen en mijn angst hadden weggenomen. En ja, toen heb ik het ook laten doen. Hoe begonnen je eerste klachten? Die begonnen in mijn enkels, heftige gewrichtspijnen. Soms en zo, hoe lang was dat? Na 2 jaar begonnen die klachten al. Soms zo heftig dat ik niet kon lopen, dat ik met krukken liep of in een rolstoel zat. Maar dacht je niet van, holy shit, what the fuck is dit? Jawel, dat dacht ik wel. Maar en heb je toen ooit 1 seconde in je hoofd gedacht aan je borsten? Nee, nooit. En hoe ging dat vanaf toen een beetje verder met je klachten? Nou, ik heb regelmatig last van aanvallen, zo noemde ik dat dus, in mijn enkel. Ik had 3-4 keer per jaar echt heel heftig, dat ik ook niet kon lopen. Daartussenin regelmatig heel veel steken of dat ik hem bijna niet kon bewegen. Uiteindelijk is het ook in mijn knieën gaan zitten, in mijn polsen. Ja, en zo kwam er een hele waslijst aan andere klachten nog bij later ook. Nou, vertel eens. Tintelingen in mijn handen, tintelingen in mijn benen. De spierkracht in mijn bovenbenen ben ik ook regelmatig verloren. Dan zakte ik gewoon door mijn benen heen. Zenuwpijnen, haarverlies, geheugenproblemen.
heel vaak naar de wc moeten. Echt super vaak plassen op een dag. Voor 75% was mijn linkerborst gevoelloos. Ik had heel erg veel last van mijn linkerborst. Soms zo erg dat ik tijdens het autorijden echt wel de auto aan de kant moest zetten, omdat ik bijna niet kon sturen. En extreme vermoeidheid. Ik voelde me net iemand van 60. Dacht je ook niet van, wat gebeurt hier voor mysterieus jawel, ding? Jawel, zeker. En het rare was nog dat ik ook al aan ziekenhuizen liep. Twee verschillende zelfs, in Amsterdam en in Zaandam. Zij hebben van alles bij mij uitgesloten wat het had kunnen zijn. Ik ben bij een reumatoloog geweest, die heeft van alles uitgesloten. Alle vormen van reuma, Lyme en een longaandoening. Neuroloog, die heeft gekeken of ik MS heb. Ik heb scans gehad van mijn lijf om te kijken of ze iets konden vinden. Ik werd iedere keer gezond verklaard. Maar je weet dat je dat niet bent. Want als jij als twintiger regelmatig in een rolstoel zit omdat je niet kan lopen, geheugenproblemen hebt en extreem vermoeid bent en zoveel last hebt van je lijf, dan ben je niet gezond. Maar als medisch specialisten jou vertellen van wel, ja, op een gegeven moment zit je gewoon met je handen in het haar en dan weet je niet waar het vandaan komt. Hoe kwam je erachter dat deze klachten door je borstimplantaten kwamen? Ik heb een artikel gelezen van een vrouw op Facebook. Het kopstuk was dat er een vrouw was die haar been is verloren. Door haar siliconenborstimplantaten. Zij vertelt het verloop van haar klachten, wanneer ze haar borstimplantaat had laten plaatsen, wanneer haar klachten begonnen en wat voor klachten. Dat was precies mijn verhaal. En toen zei mijn onderbuikgevoel, dit is het. Dat was zo raar. Wat dacht je toen je dat las? Bang. Heel bang. Maar op dat moment heb je echt het gevoel dat je tikkende tijdbommen in je lichaam hebt zitten. Maar en hoe lang zaten er toen bij jou de borstimplantaten erin? 6 jaar toen. 6 jaar? Ja. Hoe kwam dan uiteindelijk het besluit om ze eruit te halen? Nou, door middel van mijn eigen onderzoeken ben ik terechtgekomen bij een arts, die tevens ook plastisch chirurg is, die onderzoek doet naar de gevolgen van siliconen in je lichaam. Je kan dus een consult bij hem aanvragen en dan kan hij jou het een en ander vertellen over de aandoening. En dan kan jij je verhaal doen en aan de hand daarvan kan hij jou de indicatie geven of je inderdaad breast implant illness hebt, ja of nee. En gezien hij midden in de onderzoeken zit, leek het mij heel erg verstandig om iemand op te zoeken die er gewoon echt verstand van heeft. Mm-hmm. In plaats van dat ik weer naar een andere arts ga die mij weer kan vertellen dat ik kerngezond ben en op het gebied van borstimplantaten niet zou durven te zeggen of ik daar ziek van word, ja of nee. Dus je had aan hem, had je alles voorgelegd? Ja, ik ben naar hem toegegaan. Ik heb een consult gehad. Ik heb mijn hele verhaal gedaan. En hij had mij geadviseerd om ze zo snel mogelijk te verwijderen. Of ik het nou door hem liet doen of door een ander. Hij zegt, maar je lichaam gaat eraan. Ik kan je garanderen dat je klachten hierdoor komen. Hij zegt, gezien jouw hele geschiedenis, wat allemaal al is uitgesloten, is er maar één optie en het zijn je borstimplantaten. En hij zegt, jij hebt alle klachten die een vrouw of een mens kan krijgen door niet-lichaams-eigen stoffen. Dus uiteindelijk heb ik zelf de keuze gemaakt om ze te verwijderen. Waren je klachten direct over toen je borstimplantaten eruit waren? Sommige wel. Wat dan wel? Ik had het gevoel in mijn linkerborst weer terug, volledig. Ik had geen pijn meer in mijn linkerborst. Wel nog van de operatie, maar niet die hele heftige steken die ik had. Ik hoefde niet meer zo vaak naar het toilet. En mijn gezicht, ik leefde weer. In plaats van dat ik eruit zag alsof ik in staat van ontbinding was. Maar van welke klachten heb je nog wel last? Regelmatig nog van de gewrichtspijnen. Niet meer zo erg dat ik niet meer kan lopen, maar wel een vervelende, zeurende pijn. Toch heb ik nog wel regelmatig last van mijn bovenbenen. Ook nog wel. Soms ook wel dat ik mijn spierkracht wel verlies. Maar niet zo erg dat ik er doorheen zak, maar wel dat ik moeite heb met lopen. Ik heb wel nog steeds heel erg veel haaruitval, maar ik merk dat het wel minder wordt. En de vermoeidheid, die staat me nu nog het meest in de weg. Maar het wordt wel steeds minder. En hoe lang zijn ze er dan nu bij je uit? Een half jaar. Half jaar? Ja. En mijn arts heeft toch wel ruim een jaar gegeven voor het herstel ervan. Dus ja? Ik zit nog maar net op de helft. Dus eigenlijk is dit heel normaal. Maar het is natuurlijk fijn dat je voelt dat gelijk al klachten weg zijn. Maar ondertussen voel je en zijn je borsten weer kleiner. Had je ook niet een beetje een soort van rib, borsten? Jawel. Ja, ik heb de eerste paar dagen heb ik alleen maar een strakke BH aangehad. Dus dan wordt de boel sowieso plat gedrukt. Na 2 dagen moest ik tape eraf halen van mijn hechtingen. Mm-hmm. En dan moet je ook kijken. Want ik had mezelf eigenlijk voorgenomen om pas veel later te kijken. Want je borsten zijn ook platgedrukt door het implantaat. Dus toen moest ik wel kijken, want ik moest die plakkertjes eraf halen. En ja, dat was verschrikkelijk. Ik ben er nou wel echt ingestort. Ik kon eventjes niet relativeren dat het 1 slagveld was nog na de operatie en dat alles nog op zijn plek moest komen. Want ik was wel echt plat na de operatie. Maar dat is allemaal goed gekomen.
Ja. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die een borstvergroting overwegen? Weet dat dit soort risico's ook aanwezig zijn, ondanks dat het niet verteld wordt bij een consult. En denk nog even 3, 4, 5, 6 keer na, voordat je iets aan jezelf laat veranderen. Want je bent zoals je bent. En hoe mooi is het om jezelf gewoon te accepteren zoals je bent. En hoe je eruit ziet. Daar haal je veel meer uit dan een stel nepborsten. Uiteindelijk. Als jij denkt aan het meisje wat jij toen was, toen je met deze vraag zat, wat had jij dan gehoord willen hebben? Ja, ik denk dat ik toen alles al gehoord heb wat ik had willen horen. Ik kreeg van heel veel mensen, eigenlijk iedereen, om me heen te horen. Je ziet er goed uit en waarom zou je het doen? Het is dat zelfbeeld en dat is ook de reden waarom ik het heb gedaan. Het maakt je niet uit wat andere mensen van je zeggen als je zelf zo onzeker bent. Maar daarom hoop ik wel dat iedereen stilstaat, ook bij dit soort risico's. En hopelijk ook door te weten van dit soort risico's, toch het besluit nemen om het niet te doen, want het is het niet waard, ja, uiteindelijk. Want je wil je kwaliteit van leven verbeteren, maar dat gaat alleen maar achteruit. Ja, een risico is gewoon zo lastig, want het kan natuurlijk ook goed gaan. Het kan ook wel goed gaan. Ja, ik ken ook gevallen om me heen waarbij het wel goed gaat. Maar is het het waard? Want ja, als je onzekerheid zo groot is. Ja, ik snap het. Ik heb zelf ook in die positie gezeten, ja, natuurlijk. Daarom zeg ik ook niet direct, doe het niet. Want ik kan zeker wel begrijpen dat je het graag wil doen. En er zullen ook vast wel mensen zijn die zelfs na het horen van deze risico, ja, zoiets hebben. Dat van, denk ik ook. Van, ja, absoluut. Het is een risico. Ja, dat voelt zo ver van, weet je, jij zit, ja, hier nu toevallig. Maar als je onzekerheid zo groot is en ik denk ook, ik zou die risico's horen, zou ik het denk ik, als mijn onzekerheden zo groot zijn, toch doen en hopen dat het niet bij mij gebeurt. En dat begrijp ik, want ik heb zelf ook in die situatie gezeten natuurlijk. Ik wist natuurlijk niet van deze gevolgen af. Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat, ondanks dat je van deze gevolgen af weet, dat je dan toch de keuze maakt om het te doen. Maar hou jezelf gewoon in de gaten. Hou, ja, jezelf in de gaten. Mocht je last krijgen van onverklaarbare klachten, mocht je het gevoel hebben van er klopt iets niet, luister naar jezelf en naar je lichaam. Want je lichaam geeft niet voor niks dat soort signalen af. En wanneer je er op tijd bij bent, dan is de kans op risico's die blijvend zijn ook niet heel. En daarom is het belangrijk, wat ik al eerder zei, hou jezelf in de gaten, let op jezelf en luister naar jezelf, mocht je onverklaarbare klachten krijgen. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo. Snij jij eigenlijk je spaghetti of draai je hem zo in je leven? We gaan voor de Italiaanse manier, de draaien natuurlijk. Ach.